Het Journaal Laat met Annelies van Herk. Goedenavond. Er zijn intussen 15 besmettingen met het nieuwe coronavirus in België vastgesteld. Onder meer bij een man in Verviers. Wellicht liep het virus op in ons land. En het zou dan de eerste keer zijn dat dat gebeurt. Tot nu ging het telkens om mensen die besmet waren teruggekomen uit het buitenland. De man werd eerst opgenomen in Eupen, maar is intussen overgebracht naar Brussel. Il est inquiétant, mais il est stable. Il n'a pas dû être intubé. Il sera transféré prochainement à Saint-Pierre, à Bruxelles. Donc on a réagi rapidement le jour même avec une désinfection complète selon les procédures en place de tous les locaux qui avaient été en contact, isolement du patient. Et maintenant, donc, il n'y reste plus qu'un local dans lequel ce patient se trouve et qui va être décontaminé une fois que le patient aura été transféré. Een ander geval dat er vandaag is bijgekomen is een 17-jarige jongen die vanmorgen nog op school was. De jongen was met enkele vrienden in Noord-Italië gaan skiën. Ook de vrienden worden nu getest. De school heeft alle ouders ingelicht, maar blijft wel gewoon open. Hier op het ateneum in Tiele zijn bij een leerling de eerste symptomen vastgesteld van corona. Het is een leerling uit het zesde middelbaar die tijdens de krokusvakantie met enkele vrienden op skireis was in Noord-Italië. En die maandagochtend het eerste lesuur symptomen vertoonde, waarvan de leerkracht dacht, dit wijst wel richting coronavirus. Papa is onmiddellijk met zoon naar spoed gegaan. En nu zijn we op de hoogte gebracht dat de jongen positief getest heeft. Voor het eerst is een besmetting vastgesteld op een school. Toch blijft ze open. Alle ouders zijn op de hoogte gesteld via mail. Het is niet nodig om een school of andere scholen te sluiten op dit moment. Het beste dat we nu kunnen doen en wat we ook doen is patiënten detecteren en isoleren, de contacten traceren en die contacten advies geven wat zij moeten doen. Een school sluiten is zeer impactvol, zowel voor de gezinnen als voor de kinderen zelf als voor de maatschappij. En moet in verhouding staan tot het risico en moet een winst opleveren om de verspreiding van de ziekte tegen te houden. En op dit moment is dat niet het geval. Intussen komen er in het laboratorium van Mark van Ranst in Leuven meer en meer stalen binnen om te testen op corona. Vanavond en vannacht worden nog zo'n 500 stalen getest. Morgen vroeg zal de regering bekendmaken of daar nieuwe besmettingen bij zijn. Vandaag in het federaal parlement herhaalde minister van Volksgezondheid De Blok alvast de raad om thuis te blijven bij ziekte. Ze formuleerden het op haar manier. Als u ziek bent, denk niet, ik ga toch maar mijn moeder of mijn oma gaan bezoeken. Ondanks mijn ziekte, blijf in uw kot. Ik meen het, hè. Ik meen het. Blijf thuis. Hou kinderen die ziek zijn en die naar school willen gaan, thuis. Dat is echt iets zo belangrijk. Elk jaar opnieuw, bij de griep, bij andere zaken die over ons komen. Blijf thuis als je ziek bent. Het is een belangrijke politieke dag in de Verenigde Staten. Super Tuesday, de dinsdag waarop er in veel staten tegelijk voorverkiezingen zijn. De Democratische Partij moet met die verkiezingen nog uitmaken wie voor hen kandidaat zal zijn bij de presidentsverkiezingen later dit jaar. Wie het met andere woorden zal opnemen tegen huidig president Donald Trump. En we gaan meteen live naar Los Angeles, naar Björn Soenes. Björn, goedemiddag voor jou. Ja, er wordt vooral verwacht dat het een strijd is op dit moment tussen Joe Biden en Bernie Sanders. Wel ja, en je ziet, Annelies, dat ze nog volop naar de stembus komen, de mensen hier. Het is nu nog maar 2 uur in de namiddag. En inderdaad, tot voor kort was het een open strijd met meer kandidaten. En Joe Biden werd niet gezien als levensvatbaar tot zijn verpletterende overwinning in South Carolina. En dat heeft hem plots de pole position opgeleverd bij de centrumdemocraten. Zeker na het wegvallen van Amy Klobuchar en Pete Buttigieg, die zich met een volle gewicht achter Joe Biden hebben geschaard, samen met Beto O'Rourke, die ooit presidentskandidaat was, en de vroegere leider in de Senaat, Harry Reid. Dus het is een ultieme, dramatische poging, zou je bijna kunnen zeggen, om Bernie Sanders en zijn linkse, progressieve gedachtegoed, dat populair is bij jongere mensen, om dat te stoppen of op zijn minst af te remmen vandaag. Nu, er komen nog voorverkiezingen aan, Björn. Waarom is deze Super Tuesday dan zo belangrijk? Wel, deze verkiezing is een getrapte verkiezing. Je stemt niet alleen voor een kandidaat, maar eigenlijk worden per kandidaat, volgens het percentage stemmen dat hij haalt,
afgevaardigden aangewezen. En die afgevaardigden, bijvoorbeeld in de staat waar ik sta, zijn er 400 te verdienen. Het is een heel grote staat met 40 miljoen inwoners. En die afgevaardigden, Annelies, gaan dan naar de conventie begin juli. En als je daar minstens of ongeveer 2000 stemmen hebt van de 4000 afgevaardigden die worden verkozen in alle staten, dan heb je de nominatie binnen. Vandaag alleen worden er meer dan 1300 uitgedeeld. Vandaar het belang, als er nu iemand een voorsprong neemt in de verkiezing, dan kan dat een onoverbrugbare voorsprong zijn. Vandaar de noodgreep die gemaakt is om het centrum niet meer verdeeld te maken, maar zich te verenigen achter één kandidaat. Met dien verstande dat er nog twee stoorzenders mogelijk zijn. Elizabeth Warren aan de linkerzijde en miljardair Mike Bloomberg aan de rechterzijde. Misschien gooien zij nog roet in het eten voor de twee koplopers. Dank je wel, Björn. En tegen morgenochtend onze tijd zullen we weten wat die Super Tuesday heeft opgeleverd. Naar de Europese politiek. De Europese Unie staat als één blok achter Griekenland. Dat was de boodschap vandaag van de Europese leiders Charles Michel en Ursula von der Leyen. Zij zijn in Griekenland de situatie met de migranten en vluchtelingen gaan inschatten. Met duizenden staan ze sinds enkele dagen te drummen aan de grens om Europa binnen te geraken. Open de grens staat er op een bordje dat een jongetje aan de Turkse kant van de grens met Griekenland vasthoudt. Duizenden vluchtelingen en migranten die uit Turkije weg willen naar Europa zitten hier al dagen vast. Aan boord van een Griekse legerhelikopter kwamen Europees president Michel en commissievoorzitter von der Leyen vanmiddag polshoogte nemen van de situatie. Europa is bang voor een nieuwe migratiecrisis en steunt Griekenland dat zijn grens gesloten houdt. The Greek borders are the European borders. And what you are doing is important for Greece. It's crucial as well for the future of the European Union. Europa sloot 4 jaar geleden een akkoord met Turkije dat beloofde om vluchtelingen en migranten tegen te houden. Europa vraagt dat Turkije zich aan die afspraak houdt. This is a blatant attempt by Turkey to use desperate people to promote its geopolitical agenda. Those who seek to test Europe's unity will be disappointed. In Israël is het nog altijd wachten op de officiële uitslag van de parlementsverkiezingen. Maar volgens gedeeltelijke uitslagen en exit polls is de partij van huidig premier Netanyahu de grootste geworden. En zo komt er mogelijk een einde aan de politieke impasse. Samen met zijn traditionele coalitiepartners komt Netanyahu maar 1 of 2 zetels tekort voor een meerderheid. Bij zwaar stormweer in de staat Tennessee, en dan zijn we weer in de Verenigde Staten, zijn zeker 22 doden gevallen. Het onweer trok 's nachts over het gebied, 's ochtends werd de ravage duidelijk. Een tornado trok een spoor van vernieling door de hoofdstad Nashville. Tientallen huizen en gebouwen in het centrum zijn verwoest. De Catalaanse vroegere vicepresident Oriol Junqueras heeft voor het eerst in meer dan 2 jaar de gevangenis mogen verlaten. Hij mag 3 dagen per week enkele uren gaan lesgeven aan de universiteit. Junqueras werd eind vorig jaar veroordeeld tot 13 jaar cel voor zijn rol in het onafhankelijkheidsreferendum. Spanje had dat referendum verboden. Engeland, Denemarken en IJsland, dat worden de tegenstanders van de Rode Duivels in de Nations League. De loting vond plaats in Amsterdam. België zit in de hoogste afdeling van het toernooi. Dat zijn 16 landen, ingedeeld in 4 groepen van 4. En dit is de groep waarin de Rode Duivels zijn terechtgekomen, met dus Engeland en Denemarken, ook op het EK in juni een tegenstander trouwens, en IJsland. De groepsfase wordt dit najaar gespeeld. In juni volgend jaar dan spelen de 4 groepswinnaars de finale ronde. Bondscoach Roberto Martinez is vooral tevreden dat er geen verrassende tegenstanders uit de loting zijn gekomen. First and foremost, I'm excited because there are teams that we know really well. England, we faced them twice in the World Cup, so now we'll be able to play in Wembley, which is always a great place for our fans to come and enjoy a good football game. And then Denmark, that we'll know well after the Euros, and Iceland, that we faced them in the previous Nations League. So not a lot of surprises, but exciting games to look forward to. In Antwerpen is de documentaire film De Stig in première gegaan. En De Stig, dat is Stig Broeks, voormalig profrenner, die bijna 4 jaar geleden in een coma geraakte na een zware val. TV-maker Erik Goens volgde Broeks tijdens zijn revalidatie.
Voor de première vanavond kreeg Stichbroeks, geflankeerd door Erik Goens, een ster op de rode loper van Kinepolis. De belangstelling van pers en publiek voor dit unieke verhaal is bijzonder groot. We tonen een fragment uit de documentaire. Een fragment waarin het optimisme en de levensvreugde van Stichbroeks duidelijk naar voren komen. Kijk, deze boomke moeten we vinden. Oké. Tava, saboomke. Nu is het verder schoven. Amai. Lukt het? Ja. Gebeter, misschien. Een afdaling, dat is je ding niet, hè? Nee, nooit. Nooit. Vroeger was het. Ik had graag een afdaling. Het is hier, hè? Inspoort. Hier is je leven veranderd, hè? Meestal, hè? De manier alleen al waarop jij hier ligt, die benen die zo... Je ziet dat het er... Niet goed is. Ja, dat is waar. Maar denk je straks gekomen. Dat is helemaal geweldig. Alles komt goed. Je bent zot, hè, Broeks. Sydney. Zou jij dat kunnen? Iemand vermoorden om weer een hit te scoren? Doe niet belachelijk, schat. Natuurlijk zou je dat kunnen. Weet je wat een schrijver van zo'n stuk vandaag de dag zou krijgen? $2 miljoen. Moordspel, oftewel Death Trap. Het is een van de meest gespeelde theaterthrillers op Broadway uit de jaren 70, dat later ook verfilmd werd. Vanaf donderdag is het misdaadverhaal bij ons te zien in het Fakkeltheater in Antwerpen. Op het podium herkent u ongetwijfeld voormalig VRT-omroepster Andrea Kronenbergs met naast haar acteur Rickers van Dijk. Ik zou die kerel, die ellendeling, de kop willen niet slaan met dat zwaard daar en hem dan begraven in een gat groot genoeg voor zijn 300 kilo. En dan stuur ik dat script onder mijn naam de wereld in. Sydney Brule was ooit een gevierd auteur van theatertrillers, maar is nu op zijn retour. Om zijn carrière weer op de rails te krijgen, wil hij het geniale script van een van zijn studenten onder zijn naam publiceren. Ook zijn vrouw lijkt voor het idee gewonnen. Ze kijkt enorm op naar hem. Ze staat in beate bewondering. Maar ze leeft ook wel met het feit dat hij al jaren geen successtuk meer heeft geschreven. En dat begint wel te knagen. Om de spanning op te bouwen, wordt het publiek voortdurend op het verkeerde been gezet. Mensen zullen altijd gebiologeerd zijn door helderzienden die over het vermogen beschikken om iemand aan te kijken en te zeggen: deze meneer heeft deze meneer vermoord. Ik denk dat de mensen vaak gaan denken van: wauw, wat gebeurt er nu? En dat ze denken van: dit is de ontknoping. Maar dan volgt er nog iets en nog iets en nog iets. De gelaagdheden zijn ook erg belangrijk in dit stuk. Dus eigenlijk, personages laten nooit het achterste van hun tong zien. Ja, ze zijn heel bijzonder. Ze zien er heel oud uit. Ja, dat is ook de bedoeling, hè. Ze lijken ook niet los te kunnen. Is dat niet zo? Nee, probeer maar eens. Omdoen, bedoelt u? Ja, dat bedoel ik, ja. Ja, tuurlijk. Ze hebben mij $1200 gekost. Het einde van het stuk komt je zeker en vast de waarheid te weten. Maar dat is, laten we zeggen, ook weer om het vernuft van de auteur. Om dat zo schoon op te bouwen. En dat het echt tot op het laatste moment is, alvorens je weet hoe het eigenlijk allemaal in elkaar steekt. Morgen krijgen we eerst zon, later wolken en mogelijk een bui. Het wordt 8 graden. En morgen start een nieuwe reeks van ons reportagemagazine Pano. De eerste aflevering toont hoe kwetsbare jongeren elkaar opzoeken op sociale media en hoe gevaarlijk dat kan zijn. En morgenochtend weten we hoe Kim Kleisters het ervan af heeft gebracht op de tweede wedstrijd van haar comeback. En we eindigen zoals we begonnen met de uitbraak van het coronavirus. Handen geven en kussen wordt afgeraden om besmetting te voorkomen. En in het Zwitserse parlement hebben ze dat goed begrepen. Daar probeerden ze vandaag allerlei andere begroetingen uit. De tik met de elleboog bleek een succes. En voor wie er geen raad mee weet, dan is er nog de optie in uw kot blijven. Bedankt voor het kijken. Hou de virussen buiten. Tot ziens. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.